ADO Den Haag heeft gisteren met 1-1 gelijk gespeeld tegen regerend landskampioen Ajax. Tommy Beugelsdijk scoorde al na 14 minuten de 1-0 uit een hoekschop. In de tweede helft kreeg Ajax de kans zich te reverseren en Ryan Babel maakte in de 62e minuut de gelijkmaker. Een prima resultaat en door het gelijke spel komt ADO Den Haag op een puntentotaal van 9 en handhaaft het zich keurig in het linkerrijtje. 1-1, tevreden? Nou ja, over zijn hele dag genomen wel. Als je Ajax op bezoek krijgt, die titelkandidaat is, die van de week nog denk ik heel goed heeft gespeeld in de Champions League. En je maakt het zo moeilijk. Hè? De eerste helft is denk ik volledig voor ons, waarin we denk ik terecht op 1-0 komen. Misschien zelfs op 2-0 hadden kunnen komen. Nou, de tweede helft is voor Ajax. Dat is ook niet zo raar, omdat zij gewoon een hele goede ploeg hebben. Nou, dan blijven we met soms wat kunst en vliegwerk op de been. En dan denk ik dat 1-1 de terechte uitslag is. Dit is een dag zoals het voetbal gespeeld moet worden. En kijk, je hoopt bij het publiek op een gegeven moment door te dringen dat bij voetbal winnen en verliezen hoort. En daar loop je eens een keer tegen de nederlaag aan tegen Groningen of een gelijkspel tegen RKC. Nou ja, aan de andere kant pak je weer een heel mooi punt van Ajax. Dus ze hebben zich, zeggen complimenten aan het publiek, ze hebben zich geweldig gedragen. En er wordt met argusogen af en toe naar ons gekeken rondom deze wedstrijd. Maar het is wat mij betreft een voetbalfeest geworden met alle oud-spelers die ik voorbij heb zien lopen. Dus mooi punt tegen Ajax en een hele mooie dag. Je merkt in de kleedkamer ook toch, het was niet euforie, maar het was ook niet, bozigheid. Maar weet je, het zat er een beetje tussenin. We hadden kunnen winnen, maar hadden we ook misschien nog kunnen verliezen. Keepte wel, vooral in de tweede helft, ging jij wel goed? Ja, nou, dan krijg je een paar balletjes om je te kunnen te onderscheiden, zeg maar. En dan is het prettig als je ze ook tegenhoudt natuurlijk. Ja. Vooral in de laatste 10 minuten ging er nog eentje heel mooi in jouw handen. Het was even spannend, ja klopt. Ja, dat is prachtig. Ja, je komt 1-0 voor. Het was nog mooi als we winnen, maar ja, vooraf teken je voor een punt, denk ik. Het resultaat is denk ik goed, hè? Een punt. Maar voor jouzelf, dit is toch een hele bijzondere ervaring. Ja, dit is prachtig. Zeker weten, ja. Het was een corner van Danny en ik tik zo naar mijn hoofd. En hij geeft hem mooi voor. En ik zie Mooistander alleen naar mij kijken, niet naar de bal. En ik kom los en knik hem binnen. Vanavond feestje? Nou, ik denk geen feestje. Ja, ik ben wel blij, maar ik denk gewoon wel rustig. Morgen trainen en woensdag weer een wedstrijd natuurlijk. Dus, Op naar de volgende wedstrijd. Aanstaande woensdag voor de KNVB-beker tegen IJsselmeervogels.